Hockey staat de komende maanden in het teken van krassen. Rabobank en de KNHB hebben samen een grote kraskaartactie opgezet voor het Jeugdsportfonds. Jonge hockeyers proberen daarvoor al krassend geld bijeen te brengen. En dat betekent dat je als kind een kraslot krijgt waar €30 waard is. En dat ga je bij je familie uitzetten. En dan hoop je dat iedereen meebetaalt. En met die €30 breng je dat in. En dan krijg je dit mooie stel sokken als kind. En als je er nog een hebt, nog een stel sokken. En als je dat met je hele team gedaan hebt en de meeste kaarten hebt gedaan, kan je zelfs naar het WK en kan je kaartjes winnen. Op weg naar het WK van 2014 in Den Haag hebben ook de internationals van Oranje zich achter de actie geschaard. SCHC uit Bilthoven heeft met Roos Drost en Kaya van Maasakker twee internationals in huis. En is dan ook één van de vele clubs die zich inzetten. En de Stichtse doet dat al met net zoveel ambitie als op het veld. We zijn van plan om minimaal 1500 kaarten te verkopen. Dus dat zou €45.000 moeten zijn voor het Jeugdsportfonds. Aan het einde van de actie probeert de Stichtse dat bedrag nog eens te laten verdubbelen door de businessclub. Dat past bij SCHC, dat zich vaak sociaal betrokken toont. Wij ondersteunen ook het Jeugdsportfonds door de mouwen van ons heren 1 en dames 1 met het logo van het Jeugdsportfonds te doen. We vinden het ook heel erg van belang dat kinderen die minder bedeeld zijn toch aan het sporten kunnen. Het is een soort maatschappelijk verantwoord verenigen noemen we dat. En dat is wel een van de highlights van ons beleid. De inspanningen van het Jeugdsportfonds zijn hard nodig, want ons land blijkt niet altijd zo welvarend als gedacht. In Nederland, dat weten mensen vaak bij hockeyclubs niet, zijn er iets van 380.000 kinderen die in armoede leven. Die geen kans krijgen om naar een sportvereniging te gaan. En die bewustwording is één. En het is heel goed dat de mensen die het wel goed hebben in het algemeen zeggen, nou, ik wil voor andere kinderen wat doen. Opvallend is dat ook de hockeysport de steun van het Jeugdsportfonds nodig heeft. Er zijn ook 80 hockeyverenigingen in Nederland die de laatste 5 jaar er gebruik van gemaakt hebben. Dus een paar kinderen in hun club hadden, soms in stilte werd dat gedaan. Want niemand wil echt weten welk kind dat is. En die doen ook mee in die actie. Rabobank is een voorname partij in de krasactie. De betrokkenheid van de bank bij hockey gaat immers verder dan het sponsoren alleen. Als wij sponsor zijn bij Stichtse, dan willen we dat niet alleen zijn met uitingen op allerlei reclameborden. Maar we willen meer doen. We willen meer activiteiten gezamenlijk met Stichtse, in dit geval met de Hockeybond. En daar hoort de kraskaartenactie bij. Het Jeugdsportfonds, dat steunen we van harte. Om inderdaad voor te zorgen dat de jongeren, ook daadwerkelijk die niet de middelen hebben, hun sportdromen kunnen laten uitkomen. Het doel van de kraskaartactie is heel duidelijk. In 2014 proberen wij zoveel geld opgehaald te hebben dat we 2014 kinderen proberen te helpen in allerlei takken van sporten. En onder andere een beetje hockey. En dat moet je maar €250 vermenigvuldigen. Dus als jij dat bij elkaar hebt geteld, weet je ongeveer wat wij tijdens het WK hopen bij elkaar gehaald te halen.